Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga eerst even wat drinken pakken en dan leg ik zo uit wat we gaan doen. Zo, het gaat over een conflictje met Doe Maar Gamen en Ties. Ik zal hem even erop klikken. Zo ja, en draaien. Nou mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een splitsplinter nieuwe video. Jullie hebben het vast allemaal gehoord. Ik wil niet gaan haten of iets. Ties Games heeft dus een video gemaakt dat Doe Maar Gamen, dus het kanaal, dat hij tegen zijn kijkers liegt. Tuurlijk, je mag niet tegen je kijkers liegen. Wat er allemaal screenshots doorheen ging, dat was ook niet goed, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben het beide partijen eens. Ik moet eerlijk zeggen, het is gewoon zo. Beide partijen zijn niet heel erg tof bezig. Hoe ik het zou oplossen, gewoon elkaar met rust laten. Blijf gewoon met je eigen kanaaltje bezig. Maar niet zulke dingen dus daarmee bemoeien, zou ik dan zeggen. Doe Maar Gamen vind ik zelf een tof kanaal. Ties Games vind ik zelf ook een tof kanaal. Dus jullie zijn alle twee lekker bezig, serieus. En het jammer is dat mensen dan zo tegen elkaar strijden en alle dingen wat fout zijn en alle dingen wat niet goed is. Maar ik vind dat hij gewoon een kans mag krijgen om het weer overnieuw te proberen. En om dus van fouten moet je kunnen leren, toch? Dus soms begrijp ik niet waarom mensen dan zo elkaar een soort van zwart maken. Ik begrijp niet zo heel goed. Ik wil er niet mee bemoeien en ik dacht, laat ik er gewoon een video van maken. Want dat is misschien super tof om een video hierover te maken. Ja, dus dat wou ik even kwijt. Het enige is ook het... Godver. En laten we gewoon onze eigen weg gaan. Dus vandaar deze video. Jullie zijn een stelbazen. Die abonnees gaan super hard. En dat vind ik super cool. Echt waar. Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen. Leuk dat jullie hebben genoten van deze video. Als jullie de video leuk vonden, doe even een duimpje omhoog. Want het motiveert me om door te gaan met YouTube. Dit was een iets serieuzere video. Maar er komt echt wel weer een leuke, grappige video aan, tuurlijk. En plaats een reactie wat jullie ervan vinden over Ties Games en Doe Maar Gamen. Volg me op social media hier in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer later. Doei.